Hi Ram, geweldig dat je er bent. 2022, jouw jaarvoorspelling. Welkom, welkom. Mijn naam is Annemiek Nu, Anna met twee A's. Nu is een deel van mijn achternaam. Je bent van harte welkom. Ik heb verschillende sets hier liggen, tarot, dekken en ik zie wel welke ik ga gebruiken. Ik laat me 100% leiden door het hoge zelf. Ik leef, handel, praat vanuit mijn hart. Ik kan niet anders. God dank, hemeldank. En ik weet dus ook niet over welk onderwerp het gaat. Ik weet uit ervaring dat het kan gaan over liefde, uiteraard, romantiek, seksualiteit, geld, inkomen, werk. Dat kunnen verschillende dingen zijn, carrière. Communiceren, houding, vriendschappen, hobby, wat dan ook. Ik zie dat ik naar het dek trek waar ik eigenlijk het liefst sowieso mee begin. Ik post wekelijks. Nou ja, niet altijd. Niet altijd trouwens. Niet als ik de jaarvoorspellingen bijvoorbeeld aan het opnemen ben. Want er gaat iets meer tijd in zitten. Oké, ik heb hier de kraai. In zijn geheel in 2022 ga je het gevoel hebben dat je on top of things zit. Dat je er bovenop zit. Ik wil graag dat je een keuze gaat maken tussen nummer 1 en nummer 2. Want ik heb hier twee verschillende variaties op. Ja, heb je een keuze gemaakt? 1 of 2? Oké, blijf me luisteren, want het duurt niet lang. Ik bedoel, mocht je voor 2 hebben gekozen, het duurt niet lang. Voor de eerste, het geeft je stress. Het geeft je stress door alsmaar bovenop de dingen te willen zitten. Door te denken dat jij in charge bent. Door te denken dat je controle hebt. Door te denken dat jij een leider bent, daar waar het helemaal jouw functie niet is, daar waar jij er helemaal niet voor betaald wordt. Het is niet jouw plaats om de boel bij elkaar te houden. Misschien gaat dit over werk, misschien gaat dit over je gezin. In de loop van het jaar zal jij het merken. Wat ik zie voor energie, ik kijk dus in de camera, hè? Dat begrijp ik, kijk natuurlijk niet jou, maar laten we even doen alsof ik naar de camera kijk. En ik hou deze kaart nog steeds vast. En ik zie dus die punt, terwijl ik zo aan het praten was, zie ik zo die snavel, die punt zie ik zo vinnig, zo, het gaat erin hakken bij je, op een duistere manier. Kraai, duister. Nou, een kraai staat op zich ook voor kracht, hoor. Kom ik nu bij nummertje 2. Als je voor 2 hebt gekozen, het is goed voor jou dit jaar om bovenop de dingen te zitten. Het gaat je zien dat je in staat bent om een leider te zijn. Het gaat je zien dat het in staat is zelfs om wat dominantie te laten zien. En in dit geval, dit jaar, met betrekking tot 1 project. One world, 1 wereldje. Dus of het gaat om werk of over thuis, met betrekking tot 1 project, 1 gebied in je leven, is het terecht. Dus als jij dit hele jaar overal gaat zitten te domineren, overal controle over wilt hebben, zowel over je kinderen, als over je partner, als over je buren, als over je collega's, als over de cijfers, de administratie, de boekhouding, whatever. Dan niet. Maar dat ene gebied, dat is geweldig. Ik zit te vragen natuurlijk van, goh, mag ik daar een kaart over trekken? Maar nee. Ik ga er geen kaart over trekken, omdat het zoveel verschillende gebieden kunnen zijn. Oké, dat is het algehele beeld voor Ram. Dan ga ik nu, blijkbaar, mijn eigen deck pakken. Ik ga hem even splitsen, want het is nogal een groot pakket. Er komen af en toe nieuwe schilderijen bij. Ik blijf schilderen. Hoewel niet zo heel veel meer. Ik heb heel veel klanten. Voor tarotsessies en voor healingen. Ik ben een uitmuntend healer. Er gebeuren echt wonderen. Je hoeft bij mij niet zoals bij een therapeut jaren te komen. Tientallen sessies te hebben. Hooguit 5 sessies. En dan heb ik het over een zogenaamd ongeneeslijke ziekte. En als je boven de 60 bent. Anyway. We gaan het over liefde hebben, jongens. Over liefde. Mocht je een persoon van interesse hebben. Dus als je verliefd bent op iemand of je bent geïnteresseerd in iemand die zou je wel beter willen leren kennen. Of je bent al getrouwd of je bent getrouwd en je hebt een affaire. Of wil graag een affaire aangaan met iemand. Of je, nou je weet wel wat ik bedoel. Of met een vriendschap. Kan ook over vriendschappen gaan. Ik heb hier 2 kevers. Wat er uitspringt bij mij nu, een kever staat voor een heleboel dingen. Het is echt een prachtbeestje qua symboliek. En wat,
wat het nu is, is dat het in zijn geheel over talenten gaat. Jij en die persoon zijn allebei getalenteerd over een bepaald gebied. Jullie zijn allebei bijvoorbeeld heel goed met muziek of met andere vorm van kunst. Of met, zoals bijvoorbeeld poëzie of schrijven of dominant zijn. Of als je op de juiste manier kan domineren, zodat je mensen werkelijk met je mee kan krijgen ten goede voor de organisatie, ten goede voor liefde, dan is het natuurlijk fantastisch. Weet je, ik ben niet alleen maar... Mensen zijn soms wel eens verbaasd over hoe, ja, zakelijk, professioneel, hoe hard ik kan zijn bij een healing. Maar dat als ik geen knopen voor jou ga doorhakken, en ik doe zo omdat ik dat aan de lopende band kan, dan, ik kan wel, weet je wel, oh, wat rot voor je, vertel nog eens van, oh, wat erg, oh, wat gebeurde er toen? En oh, hoe lang heb je die pijn al? Dan zijn we een uur, anderhalf uur verder en dan heb ik nog geen healing uitgevoerd, weet je. Dan zitten we te dramatiseren, terwijl ik hier juist geluk mee wil geven. En wat ook geluk brengt, is dit. En jij als ram kent dat, is tjak, 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 door de dingen heen gaan. Je bent het eerste dierenriemteken. Wat betekent dat jij van initiëren houdt. Dat jij goed bent in initiatief nemen dus. Dat je goed bent in de eerste te zijn. In origineel te zijn. Daar hangt ook wel van af hoe Uranus bij je staat. Als het in de buurt van Saturnus staat, dan niet zo heel erg. Maar, en er kunnen ook andere posities zijn die je dwarsbomen. Dit is nu even wat in me opkomt. Het zal niet voor niks zijn dat ik dit zeg. Maar je bent de eerste. Dus je bent degene die gas geeft. Je bent degene die de rem niet kan vinden. Maar je bent ook degene die je iets niet kan afmaken. Weet je wel, dat is vissen. Vissen is de sluiter van de dierenriem. Maar jij bent de starter. Jij bent de beginneling. En als jij binnen deze relatie die jij nu al voor ogen hebt, of die halverwege volgend jaar, mei, juni, juli, gaat komen voor je. En dat kan nogmaals, relatie kan ook vriendschap zijn. Dan je kan elkaar in de haren gaan zitten, zoals deze twee kevers doen. Nu hebben kevers geen haren, Annemiek, maar je begrijpt wat ik bedoel. En ze... Ja, het kan zijn dat je dus dat het dus gaat botsen, omdat je dus allebei hetzelfde hebt. En jij bent degene die wilt beginnen met dingen. Maar die persoon, die heeft datzelfde talent ook. Alleen die kan het bijvoorbeeld juist afsluiten. Of die kan het juist voortzetten. Die kan het juist gaan stuwen. Maar jullie gaan het daar niet over eens worden. Tenzij je mijn reading hebt gezien en hem halverwege dit jaar nog een keertje gaat bekijken, dat je weet dat dit dus onder de ruzie zit tussen jou en iemand bij wie je nog maar voor wie je nog maar sinds kort een interesse hebt, of wat dus in 2020 halverwege gaat gebeuren, aan het einde van de lente gaat gebeuren. Weet dus dat wat eronder zit, is dat jullie allebei dezelfde talenten hebben. Dat jullie allebei dezelfde soort kracht hebben. Dezelfde hoeveelheid kracht kan je natuurlijk nooit zeggen. Ik bedoel, hoe meet je dat tussen personen? Maar, hoewel, het is wel enigszins natuurlijk te zeggen. Weet je, als er iets ernstigs gebeurt, bijvoorbeeld gaat een ongeluk gebeuren. Oké, bij deze. Er gaat dus iets groots gebeuren. Hoeft helemaal niet in je familie te zijn, of in je gezin te zijn, of op je werk te zijn. Hoeft helemaal niet dat je daar rechtstreeks bij betrokken bent. Maar je gaat er wel van horen. Het gaat wel bij je bijvoorbeeld in de buurt zijn. Het gaat op de dichtstbijzijnde snelweg, gaan de 10 auto's op elkaar botsen en er overleden een heleboel mensen. Hoe jullie daar dan mee omgaan, jullie met hetzelfde talent bijvoorbeeld heel liefdevol naar mensen kunnen zijn. Het gaat blijken uit dat ongeluk wie van jullie twee nou de sterkste is. En het klinkt bijna als een wedstrijdje, maar Ram houdt er wel van. Op een sportieve manier, hè. Ga het niet doorvoeren. Ik hoop niet dat je Ram bent, dat je zon in Ram hebt staan en dat je dan stiekem 6 planeten in steenbok hebt, want dan
dan wil je alleen maar domineren. Dan gaat hij natuurlijk niet op. Dan wil je overal en altijd de beste in zijn. Lijkt me heel zwaar als je dat hebt. Maar wat deze love bugs, deze liefdeskevertjes, wel willen zeggen, is dat jij het beste even op een afstand kan kijken van, hé, wat gebeurt hier nou? Wat is hier nou werkelijk aan de hand? Want het is niet zozeer dat jullie krijgen een ruzie eigenlijk omdat jullie allebei zo geweldig zijn. En dat als dus dat ongeluk gaat gebeuren, dan zal je dus zien van, wauw, wat reageert diegene eigenlijk krachtig, liefdevol, deugdzaam, degelijk, mooi. Je gaat dan zien van, wauw, die kwaliteit waar ik jaloers op was, of waarmee ik in competitie ging, of waardoor het botste tussen ons twee, omdat ik ook diezelfde kwaliteit heb, of ook getalenteerd ben, maar misschien juist helemaal tegenovergestelde. Bijvoorbeeld de ene is heel goed om een groep bij elkaar te houden, en de ander is juist heel goed in de kracht van het individu. Je gaat dan je hart gaat open voor die persoon. Oh, wat mooi! Je hart gaat open voor die persoon. Ja, daar wil ik nog even een kaart over hebben. Ja, ja. Het lijkt erop dat het een hele, dat die persoon, jouw persoon van interesse, dat die, hoe zeg je dat? A handful, zeg je in het Engels. Dat het een lastpak is eigenlijk, met hoe die bezig is. Je vindt het ook super fascinerend hoe die bezig is, maar je vindt dat het nogal zwaar te dragen is eigenlijk. En je vraagt je af, moet ik hier nu wel of niet mee doorgaan? Wel eens. De geliefden. Yes, baby, yes. En dan heb ik zwaarde van 7 samen met page van Kelken hierover. Die kaarten samen, die betekenen dat je gemakkelijk weg kan gaan van de lagere communicatie tussen jullie twee. Begrijp je wat ik bedoel? Dat je dus, als je bij elkaar bent, ben je bijvoorbeeld hartstikke vriendelijk tegen elkaar. Maar zodra je niet meer bij hem bent, of terwijl je ook misschien wel bij hem of bij haar bent, dan denk je heel erg negatief. Oh, moet dat nou? Of zoiets. Maar daar kan jij dus gemakkelijk bij weglopen als dus rotte vis, als het dus zielig gedaan wordt tussen jullie twee. Nogmaals, omdat dus uit iets heel groots, misschien dat er iets heel groots in de Verenigde Staten gebeurt, of in het Midden-Oosten, weet ik veel, maar iets heel groots gebeurt er. En iemand in jouw omgeving is daarbij betrokken, waardoor jij er een mening over hebt, en die persoon heeft daar ook een mening over. En nogmaals, het lijkt dan dus te botsen, maar wat het in feite gaat doen voor jou is dat je, oh, wat een mooi mens. Wat een mooi mens. Ja. Yeah. Of, en dat kan natuurlijk ook, dat diegene dat van jou gaat denken. De harten gaan in elk geval open. Want als bij die één dat open gaat, dan gaat het bij die andere ook. En ik kijk naar deze kaart ter bevestiging en ik zie eigenlijk voor het eerst. Ik heb deze kaart zelf gemaakt, maar het is me eigenlijk nooit zo opgevallen. Schaam. Hier zitten twee rode vlekjes. Ja? Het rood, twee harten die rood zijn van het bloed, maar ook van het bloed, weet je wel, de hart. Het hart is een pomp die het bloed rondpompt door je lijf heen. Maar wat dit ook betekent is dat het verdriet gaat plaatsmaken voor wit, voor het licht. Dus voor jullie allebei gaat het zeer gunstig zijn dat jullie bij elkaar zijn. Ja, ook al zal dus je omgeving misschien denken van, waar dus klassiek gesproken zwaarde 7 voor staat, bedrog, liegen. Oké, ik weet niet of ik daar verder nog iets over ga zeggen, maar wat het hele proces voor jou gaat doen, dus met iemand nieuw die jij al hebt ontmoet, of die je gaat ontmoeten, of die je dus dichter naar je toe gaat trekken, met wie je meer binding gaat krijgen, is dat het je zelfliefde uiteindelijk opbrengt. Wat het ook gaat worden. Of diegene nou je partner gaat worden, of dat je nou gaat scheiden van je man voor hem, of dat hij of zij gaat scheiden. Maakt niet uit. Waar het om gaat, is jou.
Het gaat erom dat jij meer vertrouwen in jezelf gaat krijgen. En dat je dus inderdaad risico gaat nemen. Risico gaat nemen met betrekking tot die andere persoon. Ja? Ik heb me net gedoucht, dus ik wil af en toe aan mijn haar dat even die krullen er weer in geduwd worden. De dwaas. Ik wil nog iets anders over die dwaas zeggen. De dwaas als kaart nummer 0, dus eigenlijk voordat de wereld eigenlijk begint. Je bent ram. Dus wat je nu moet doen is niet op de eerste plaats even gaan denken vanuit de eerste plaats. Want dat is de magier, de magician. Maar daarvoor even. Dus neem even afstand van je leven en kijk eventjes naar je leven. Dat is dus iets wat je gaat doen in 2022. Maar allicht kan je daar nu al een begin mee maken. En herken je van, ja, inderdaad, dat doe ik ook al. Ben ik ook al mee bezig. Wat is jouw ware doel? Wat is jouw ware doel? Meer geld? Gezondheid? Relateren met Humpty Dumpty? Wat is jouw ware doel? Wat wil je werkelijk? Wat wil je werkelijk? En als je iets verzonnen hebt, wat zit daarachter? Wat zit daarachter? Waarom wil je dat per se hebben? Welk gevoel gaat jou dat dan geven? In welke staat zal je dan zijn? Dat ware doel, dus dat diepere doel, dus niet oppervlakkig dat het gaat over geld of over persoonlijke liefde of over een mooi huis of over je veilig voelen of zo. Maar je ware doel, goedkeuring, controle, laat het alsjeblieft niet je ware doel zijn, dat is jammer. Want meer dan dat ga je dan ook niet bereiken, snap je? En je wil meer bereiken, anders had je niet nog steeds gekeken naar mij. Want het is mogelijk, dat weet je ergens. Het is mogelijk voor jou. Om het te bereiken. Omarm dat ware doel. In 2022 ga je er, heel flauw gezegd, vriendjes mee worden. Er staat een hond bij je, bij deze persoon. Een hond, dat weten we allemaal, staat voor trouw. Ga trouw zijn aan jezelf. Deze hond is trouw aan jou. Als je een hond hebt, dan weet je dat. Die hond die is trouw. Ga trouw zijn aan jezelf. In de linkerhand heeft deze persoon een witte bloem vast. En er straalt een witte zon op. Een aantal klanten van mij die gebruiken de term witte zon voor het hogere zelf. Mooi hè? Echt prachtig. Die witte zon, wit is de kleur van zuiverheid. Weet je wel, als je gaat trouwen ondertussen, niet meer, al een paar decennia niet meer. Maar vroeger als je ging trouwen, trouwde je in de kleur wit of misschien is het een onkleur. Als teken dat je dus nog maagd was, dat je helemaal zuiver was, dat je rein was. En de bloem, dat gaat dus over jouw groei. Een bloem staat symbool voor groei. En jouw groei zal zuiver zijn, zal naar het zuivere toe gaan, als jij je ware doel omarmt. En alles wat ik nu zeg klinkt misschien vaag. Voor je. Misschien zelfs als je zegt, hier ben ik echt veel te nuchter voor, Annemiek. Dit slaat helemaal nergens op. Ik heb 6 planeten van de 10 planeten die er zijn in aarde staan. Ik ben heel nuchter en heel praktisch ingesteld. En dit ga je merken in je dagelijks leven. Dit ga je merken. Dit ga je merken. Zet maar in je agenda. Ga maar weer terugluisteren over, weet ik veel. Gaan we weer terug luisteren. Ja. Ja, mooi hoor. Mooi. Ik ga nu Doreen Virtue erbij halen voor een volgende thema. Voor jou, Ram. In 2022. In 2022. Wat zal het brengen? Darling. Zie je wat het is?
is op zich wel een hele mooie foto, hè? Foto met hoe die, dat licht is, hoe de schaduwen zijn, allerlei tinten grijs. Gevangenschap. Ja, maar wacht even hoor, het wordt nog erger. Of slavernij. Daar wil ik Rider-Waite bij hebben. Ik krijg dorst. Nu we ons daarop focussen. De dood. De dood. Welk aspect daar nu van? De dood op zich is prachtig, weet je. De dood die brengt iets nieuws. Die brengt iets nieuws. Nog een kaart erbij. Eens even te kijken waar mijn aandacht naartoe gaat. Van wat wilt u dat ik zeg? Hoge zelf, wat wilt u dat ik zeg? De maan, trek ik erbij. De maan. Kan zijn dat dit te maken heeft met een kreeft. Weer die hond, hè, trouwens. Iemand die jou trouw is, of waarvan jij vindt dat die jou trouw zou moeten zijn. Hij of zij. Mijn readingen zijn energetisch, hè, dat weet je. Dat betekent dat de rollen omgedraaid kunnen worden tijdens de reading. Maar ook dat er geen geslachten zijn. Dat kan hij of zij zeggen. En het over zij of hij hebben. Oké, de keizerin heb ik erbij. De keizerin die is vol, die is rijk. Zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Die staat voor vrouwelijkheid. Het venusteken is er, die is heel erg geaard. Als jij je niet lekker voelt in 2022 en dan vooral in de zomer, augustus, september, tot en met oktober zelfs. Vooral dan, ga naar buiten. Ga naar buiten. Dit is een ontzettende aardekaart ook. Dit is iemand. Het heeft wel deels te maken met het eerste verhaaltje wat ik vertelde over die kwaliteiten. Het is iemand die macht heeft, dus die kan domineren of die kan beslissen van dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren. Een leider, iemand die richting kan geven, ram, 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 ram. Initiatief kan nemen, pionier kan zijn, maar ook, maar wel lief. Zij is wel lief. Zij heeft macht, maar wel lief. Ze heeft die macht bereikt door zelfvertrouwen. Door zelfvertrouwen. Mocht je al 3 jaar een kind willen, dan ga je 2022 zwanger worden. Even heel specifiek, maar je zult weten als ik het over jou heb. Ah, vandaar ook dat ik 3 jaar zei. Ging geheel onbewust hoor, maar het is de derde kaart van de grote arcane. Eigenlijk is het de vierde kaart, hè, want we hebben kaart nummer 0. Immers, de dwaas. Mocht je zwanger worden dit jaar, of een kleinkind van jou, of een kind van jou, neem het risico en ga, vertrouw dat. En ga er de warmte uithalen. Weet je, zie de onschuld van je kind, van het biologische deel van de mens, weet je. Het is een nieuw begin. Het is een nieuw begin, ook voor die persoon. En misschien heb je het lastig, als jij het lastig vindt om diegene die zwanger wordt, misschien is die heel erg jong of is die alleenstaand of heel erg arm of zo. En jij hebt daar dan problemen mee. Jij denkt dan, nou zo iemand zou geen kind moeten hebben. Misschien is het deels gehandicapt of zo. Als jij daar geen vertrouwen in hebt, liever, dat betekent dat je geen vertrouwen in jezelf hebt. Want zie maar hoe die persoon die zwanger is, vrouw kunnen we met enige redelijke zekerheid zeggen hier, dat diegene wel zelfvertrouwen heeft. Misschien juist ook wel omdat ze zwanger is. Hij zei. Ja. Veroordeel dus niet iemand die zwanger is in je omgeving in 2022. Het zal echt onterecht zijn. Dit is een spiegel. Oké, terug naar die gevangenschap van jou. Jij wilt vrij zijn. Ram is een vuurteken. Duh! Je wilt vrij zijn. Dus we hadden die gevangenschapskaart. Ik ga er nu alleen nog maar in woorden aan refereren. En wat ik erbij trok waren de dood en de maan. En deze twee kaarten samen,
als je de maan staat voor ego en voor dat wat er nog zit aan verborgen gevoelens bij, wat er nog zit aan twijfel, aan hoe zeg je dat, onhelderheid vanuit kinderjaren. En oh, dit is gaaf. Jij gaat het zo beu zijn dat jij vastzit in bepaalde verslavingen, in een bepaald patroon. Van waarom ga ik elke avond laat nog eten? Waarom ga ik elke dag pas om 12 uur opstaan? Waarom doe ik altijd zo onaardig tegen mensen? Waarom heb ik van die gemene gedachten? Waarom zit ik in de rommel? Waarom ruim ik dat niet op? Want ik vind het helemaal niet fijn. Ik voel me gevangen in mijn eigen huis, in deze rommel. Jij gaat in 2022, en dat kan echt van februari tot en met december zijn, krijg ik door, ga jij het heel erg vinden. Ga je er echt gigantisch van balen. Dusdanig van dat gedrag of van dat patroon van jou, van die overtuiging, van je, die hoofdgedachte van jou, balen dat je in de gevangenis gaat voelen. Dat je je gevangen gaat voelen van jezelf. Zal ik je geheim verklappen? Het is eigenlijk iets voor gevorderden. Zie maar wat je ermee kan. Ieder mens is bang voor zijn eigen denkgeest. Ieder mens is bang voor zijn eigen denkgeest. Omdat er geen begrip is hoe het in elkaar zit. Mediteren werkt, want dan ga je begrip krijgen van je denkgeest. Mits je op de juiste manier mediteert. Als jij mediteert om rustiger te worden, dan voed je het ego eigenlijk alleen maar. Zoals je wel kan raden, de dood zit ernaast. Dus zelfs nog binnen 2022, het gaat dus opkomen dat je het echt niet meer aan kan. Maar er gaat ook licht in de verte komen. Kijk, hier bij het hoofd van het paard, dan zie je de zon opkomen. Zie je dat? Dit is kaart nummer 13. De dood. Eigenlijk zou het dus een gelukskaart moeten zijn. 13 wordt nog steeds als een ongeluksgetal gezien. Geheel onterecht. Maar jij gaat... Jij gaat dat stuk ervaren als van, oh, wat ben ik toch ongelukkig en wat een ongeluk overkomt mij toch altijd. Ik heb altijd zo'n pech en je gaat het ervaren alsof jij slaaf bent, gevangenschap of slavernij, van de maatschappij, van je werk, van je baas, van je partner, van je kinderen, van je ouders. Je gaat je helemaal vastvoelen, terwijl een ram die wilde ruimte hebben. Tegen die muur hier aan te beuken. Die wil ruimte hebben. Zo, dat is beter. Die wil de ruimte hebben om iets te kunnen beginnen. Om te kunnen starten. Misschien betekent dit wel trouwens dat jij moet gaan verhuizen. Dat het tijd is dat je, of dat je binnenshuis gaat verhuizen. Ik heb dat regelmatig met mijn kinderen gedaan. Een verhuizing binnenshuis. Dus dat de een op de kamer gaat van iemand anders. En wat ook best zou kunnen, ik heb pentakels 9 getrokken voor je op de kop, is dat je niet meer alleen gaat zijn. Maar dus binnen het huis. Je gaat, dat kan heel tegenstrijdig zijn, klinken. Misschien ga je dus wel een slaaf voelen van je partner, gevangen voelen binnen je relatie. Dat het echt onhoudbaar is. Maar juist op het moment dat het onhoudbaar voor je gaat worden, gaat er dus licht in de duisternis komen. Het kan dus heel goed zijn dat die plannen die jij had om alleenstaand, om single te gaan worden, dat die dus gedwarsboomd worden door iets wat geluk brengt in jouw leven. En misschien zijn we nu alweer terug bij dat cirkeltje van die nieuwe persoon die in je leven gaat komen. Als extra bij deze relatie die je al hebt. Stel je voor, je bent getrouwd en je gaat dus een vriendschap aan met een man of een vrouw. En waardoor je dus meer afstand kan nemen van je huwelijk. Van het drama wat er zich in je huwelijk afspeelt. Oké. Ander onderwerp. Gezondheid.
we het even over jouw gezondheid hebben, Ram. Ja, ja. Hier heb je natuurlijk helemaal... Er springt gewoon een kaart weg. Waar ging je heen? Oh mijn god. Nu ben ik wel heel nieuwsgierig natuurlijk wat het is. Ja, daar ligt hij. Wacht even. Oh. Wauw. De wereld. De wereld heb ik hier. De wereld heb ik hier. Ik vroeg een kaart voor je gezondheid. Ik heb deze kaart ook voor maagd getrokken. En toen was het advies voor je gezondheid. Ga knuffelen. Ik wil er even een andere kaart nog bij hebben. Wacht eventjes hoor. Dan wordt het plaatje wat daarom. Misschien is hetzelfde advies ook wel voor jou. Voor diegene die Rider Waite kennen. De wereld is de kaart van die vrouw die bloot staat. Hè, met alleen maar zo'n sherpa om haar heen. Om zich heen. Ah, dit is zo prachtig. Als je te maken hebt met een stier, maar zeker als je te maken hebt met een leeuw in je leven. Kies eventjes, 1 of 2. Voor diegenen die 1 hebben gekozen, kies 1 of 2. Als je iemand in je leven hebt die leeuw is, dan kan het lastig voor je gaan worden. Je qua gezondheid, omdat diegene jou tegenhoudt. Misschien heeft dat te maken met hoe diegene jou voedt. Gewoon letterlijk wat voor eten je mag kopen, mag klaarmaken, hoe je het mag klaarmaken. Misschien wil jij wel minder zout gaan gebruiken, lijkt me een goed plan. Maar vind je partner dan helemaal niks? Zoiets, of dat als die veel leeuw heeft of ascendant leeuw is. Als je voor 2 hebt gekozen, dan kan... Luister dan naar die leeuw. Luister dan naar die leeuw. Want wat die leeuw dan te zeggen heeft, dat is een kwaliteit van stier. Namelijk, doe het rustig aan. Doe het rustig aan. Als je een leeuw in je leven gaat krijgen, of heel overduidelijk hebt in 2022, en het gaat om je gezondheid, luister dan naar die leeuw. Luister dan naar die leeuw. Oké, met betrekking tot je gezondheid, moet je eens even kijken. Bij deze Rider Waite staat die vrouw niet alleen, maar staat er een man bij. En bij de koning, is het koning of koningin? Koning. Bij de koning van staven heeft hij de staf nog niet vast. Ik denk dat deze koning weliswaar al is gaan zitten op zijn troon, maar hij heeft het huisdier nog niet weggestuurd om dus een foto te kunnen maken zonder die leeuw. Want bij het andere, bij het normale standaard dek van Rider Waite is die leeuw niet te zien. Maar deze man is wel in overgave en daarom kan die heel erg goed zijn met leeuwen. Jouw gezondheid gaat heel goed als jij op tijd weet te rusten. Als jij op tijd terug weet te kruipen naar je geliefde. En nogmaals... Zeker als het een leeuw is. Maar luister eens naar het advies over je geliefde. Zeker als je al heel lang met hem of haar samen bent. Diegene die kent jou. Als het goed is. Kan ook zijn dat je van een... Dat je een vaste relatie hebt. Maar dat het een lange afstandrelatie is of gaat worden. Daar gaat de wereldkaart ook over. En ondanks dat het dus lastig kan zijn om diegene te zien, qua tijd, qua werk, qua energie, qua reizen, qua geld, doe het toch. Het is goed voor je om bij die persoon te zijn. Als jij rust nodig hebt, ga dan naar die persoon toe. Rust nemen is belangrijk voor je in 2022. Vanaf mei gaat dat al spelen. Rust is belangrijk voor je. En met rust heb ik het niet alleen over samen in bed bloot gaan liggen. Maar ook met betrekking tot die kaart gevangenschap of slavernij. Dat het in je hoofd
rustiger gaat worden. Dat je dus in overgave gaat zijn, meer, met dat wat er is. Waar ik in het begin over had. Weet je nog, lieverd? Dat jij niet alles hoeft te dragen van hoe die ander in elkaar zit. Dat jij niet continu alles onder controle hoeft te hebben. Dat als iemand zegt, even pas op de plaats, neem vakantie. Ga eens in plaats van 40 of 80 uur per week 10 uur minder werken. Doe dat. Al is het maar 2 maanden of 3 maanden. Daarna mag je het weer oppakken in 2022. Maar die rustpauze is nodig. Weet je waarom? Vooral, de koning van staven is iemand die eigenwaarde heeft. Hè? Die al, hoe zeg je dat? Goed ondernemer. Maar iemand die al, waar we met de, waar is die kaart? Waar ben je, dwaas? Dwaas, waar ben je? Waar ik het met de dwaas over had, namelijk, weet wat je ware doel is en omarm dat. Wees daarmee bezig. En de koning van zwaarden, die heeft een visie. Die heeft een visie. Die is al geaard in zijn eigen leven en die weet wat zijn doel is. En van daaruit, hij is ook heel erg eerzaam. Vandaar ook dat er dus een leeuw bij hem kan liggen. Een leeuw, astrologisch, symbolisch, is iemand met een goed hart. Een lul van een vent zijn. Maar het hart is goed. Dat hij een lul is, dat is vanwege zijn pijn en angst. Stuur hem naar mij, dan repareer ik hem. Koning van zwaarden is eerlijk, is loyaal, is ernstig, is een goed betrouwbaar familiehoofd. Al die eigenschappen heb jij of kan jij hebben. Maar niet als jij niet af en toe in overgave gaat. Even terugtrekken. Dan maak ik weer dat gebaar. Volgens mij is het nu al de 4e keer. Neem afstand. Neem afstand. Daar gaat de kaart de wereld ook over. Hè? Neem afstand. Zodat je kan zien dat alles is één. Dat alles hetzelfde is. Alles is één is zo ontzettend new age en klinkt alsof het gewoon een kreet van een tegeltje is. Ik weet waar ik het over heb. Mocht je interesse hebben, ik geef ook satsang. Isaac Shapiro, Maaike Schut en Jack O'Keefe hebben het me al vanaf 2014 gevraagd. En boek een sessie of kom naar satsang als je daar interesse in hebt. Anyway, je bent als koning van staven nog maar net wakker. En nog voordat jij dus je functie, je positie binnen het gezin of binnen het bedrijf weer ingenomen hebt, zorg ervoor dat het contact met je lief weer gelegd is. Al is het maar met een WhatsAppje. Dat is belangrijk. Al is het maar met een WhatsAppje. Want weet je, dat gaat deze last die je dus met iemand anders hebt ook verlichten. Het is geen last dus, maar dat wat je voelt als last met diegene. De koning van staven is iemand die goed kan rusten. Die goed kan rusten. Ik vind het zo gaaf. Die kop van die koning, die is heel erg ernstig, maar zelfverzekerd. En die kop van de leeuw ook. Weet je, hij achter zijn hoofd zie je ook een leeuw, gegraveerd in zijn troon. Dit is iemand die kan vechten als een leeuw. Maar hij kan ook rusten. En als die rustpauzes heeft, dat gaat jou dus overkomen in 2022, ga je beseffen, ik wil meer, ik wil en ik kan een leider zijn. Ik heb meer te bieden en ik wil dat gaan geven. Wat heb ik daarvoor nodig? Wat heb ik als leider te bieden? Wat is mijn visie? Wat is je ware doel? Lieverd, wat is je ware doel? Wat eruit komt vallen, nu even, is de kaart matigheid. En dat is even heel flauw, maar dat gaat over, let op alcoholgebruik. Let op alcoholgebruik. Er wordt in Nederland zo ontzettend veel, ik krijg nu hoofdpijn. Ik heb echt gewoon nu hoofdpijn. Terwijl we hier nu over hebben. Gaat het weer voorbij.
In Nederland drinken we tegenwoordig, relatief hè, meer alcohol dan de Duitsers. Het is zo normaal om een fles alcohol bij voorbaat al mee te nemen. En er wordt vaak niet geweigerd uit onzekerheid of van ach, laat ik maar meedoen of het is toch gezellig of anders dan vind ik geen aansluiting. Let op je alcoholgebruik. Jij bent een vuurteken. Nogmaals, weet je ook al lang. Je bent een vuurteken. Maar als jij dus alcohol drinkt, dan wordt dat vuur wordt opgejut. Wordt gewoon nog roder. De koning van staven is een vuurkoning, hè? Is een vuurkoning. Die gaat dus ook heel erg over... het is een zonnig iemand, goed gehumeurd meestal. Maar als jij alcohol hebt gedronken, dan gaat het ontploffen bij jou. Dan gaat het ontploffen bij jou. Het is... Wat woord zit er in mijn hoofd nu? Wat wil ik zeggen? Neurotisch. Neurologisch waarschijnlijk moet ik zeggen. Is het niet gezond voor jou? Er gaat iets mis met verbindingen. Weet je, vroeger zei ik wel eens van je kan beter drugs gebruiken, bijvoorbeeld hasje roken, dan alcohol drinken. Want alcohol maakt dingen kapot, neurologisch, gewoon in je brein dingen kapot die niet meer hersteld kunnen worden. Terwijl je van een drugsverslaving of van een, als je nicotine gerookt hebt, je kan je longen weer trainen, weet je, dat ze weer schoon gaan worden. En ik weet zelf ook vanuit mijn praktijk dat wel weer behoorlijk hersteld kan worden. Terwijl dat met de schade die door drugs aan is gedaan. Ook maar tot een bepaalde hoogte hoor. Ja, maar alcohol is zwaarder. Is echt waar ernstiger dan drugs. Dus als jij mensen veroordeeld hebt op drugs of op wat voor verslaving dan ook. Oh, die gebruikt zoveel koffie. Wat een koffie, leuk. Jee, maar een koffie is zo slecht. Hoe zit het met jouw alcoholgebruik? Let erop dat je in 2022 in elk geval niet de gewone... Ik ga nu echt even streng zijn hoor, want ik hou van je en ik wil dat het goed met je gaat. Oké? Er zit geen oordeel achter, maar even een advies ter harte. Let er in elk geval op, in elk geval hè, ik hoop dus meer, maar in elk geval let erop dat wat je gewend bent, de mate aan alcohol... En misschien gaat het voor jou over chocola, of over vet eten, of over laat eten, of over te veel eten, of over weet ik veel wat. Chocola zei ik al, suikergebruik, zuivelgebruik. Maar dat het niet meer gaat worden. En dat het niet de nieuwe standaard gaat worden. Dat als je dus eerst per dag één reep chocola at, dat is heel veel. Zelfs een reepje. Van 100 gram of van 60 gram. Elke dag. Dan zit je echt je zenuwstelsel zit je te voeden. Elke dag weer met een explosie van energie. Met een explosie van energie die ik heb het woord dip in mijn hoofd. Maar juist tegenovergestelde. Die een top. Die even een spurt gaat geven. Maar jij als ram hebt geen spurten nodig. Want dat heb je al genoeg in je. En als jij dus alcohol, chocola, suiker of andere stimulerende middelen gebruikt, dat gaat hele rare dingen in je gedrag doen, in je gevoel en zelfs fysiologisch dus. Ik ben blij dat je deze waarschuwing kan geven. Ik vind het heel ernstig, maar wel heel goed. Oké, ander onderwerp. Vliegt mij al een kaart tegemoet. En alweer een hond! Alweer een hond. Dit is dus de derde hond al. Ik ga ze dus even bij elkaar. Ik heb het inderdaad ook helemaal niet uitgebreid zojuist over de maan gehad. De maan heeft twee honden. Nee, is niet waar. Eén hond. Eén hond en een wolf. En ik heb hier de kaart van Pentakels 5. Maar voordat die twee mensen met kapotte kleding, kapotte lijven, langslopen. Daar is ook een hond. En die hond die is heel erg trouw van nature. En die kijkt
naar dat raam. Hij wel. Hij ziet dat licht in die kerk. En kerk moet je vergeten, oké? Het is niet waar dat God alleen maar spreekuur heeft op zondag van 9 tot 10. God is er altijd en overal. Je bent een deel van God zelfs. Het licht, die hond, die focust zich daarop. Misschien is dat wel je ware doel. Die hond die focust zich erop, die is daar trouw aan. En ik zeg dat, hè. Deze hond die staat samen met zijn oervriend, met de wolf. De hond die stamt van de wolf af. Als jij een hond werkelijk goed wil opvoeden, lees dan een boek over hoe wolven met elkaar omgaan. Het is zo simpel eigenlijk, als je eenmaal weet hoe wolven onderling functioneren en hoe jij dus met je hond om moet gaan. En het is echt totaal anders, sommige stukken althans, van wat mensen al weten en mensen al doen met honden. Anyway, dat gezegd hebbende, waar het om gaat bij jou, is dat je in 2022, dat er een aanzet wordt gemaakt om te beseffen waar je vandaan komt. Wat voor beestje ben jij nou werkelijk? Wat is de aard van het beestje in jou? Het heeft te maken met je ware doel. Hoe ver wil jij naar binnen gaan? Hoe ver wil jij je verdiepen? De kaart na Pentakels 5 is Pentakels 6. Deze man is nog niet met geld aan het strooien. Deze man is nog aan het overwegen wat hij zal doen. Het is niet belangrijk voor jou of je geld krijgt of geld geeft in 2022. Heel kort door de bocht gezegd. Wat het betekent is dat financiën op zich niet... hoe zeg je dat? Als jij je gaat focussen op financiën, ik wil meer, ik wil meer, oh ik heb niet genoeg, ga je het heel lastig voor jezelf maken, ga je niet gelukkig zijn. Sowieso niet, maar in 2022 gaat het echt heel erg pijnlijk voor je zijn. Maar als jij je focust op je doel, met wat je met geld wil bereiken of wat je wil voelen, nogmaals, je ware doel, het licht, wat er altijd is en wat gratis is, die kerk kan je gratis in. Er zijn mensen waar je gratis heen kan gaan. En sommigen ook niet. Vragen er wat geld voor. Maar bij wie je licht kan halen. Bij wie je kan beseffen. Wat is mijn ware doel? Wat is mijn ware natuur? Ik heb het al verklapt, hè? Ergens de afgelopen 5 minuten. Je bent een deel van God. Je bent licht. Dus als jij je focust op licht, als je daar trouw aan bent, het kan, dit jaar kan het. Mocht je al bijvoorbeeld aan het vergeven zijn, dus ook het onbewuste schuldgevoel wat eronder zit, schaamte, dan ga je sky high daarmee in 2022. Dat is super goed nieuws. Is er nog een onderwerp waar ik het over moet hebben met je? Wat wil je nog weten? Vriendschappen. Deze vriendschappen. Nog weer een ander dek. Misschien hoor je gepiep op de achtergrond. Dat is mijn wasmachine. Dat is mijn grote vriend. Oh, ik ben zo blij met mijn wasmachine. Stel je toch voor dat we geen wasmachines meer zouden hebben. Maar wel zo'n dekbed van 220 bij 240. Doe dat maar eens op de hand, zeg. Dan moet je in elk geval een bad hebben, een lichtbad hebben, om hem te kunnen wassen. En dan moet je hem uitwringen. Oh mijn god, dan moet je een spierbal hebben. Vrees niet, lieverd, vrees niet. 2022 gaat je happy, happy maken. Maar, ook hier weer, er zijn ballonnen, hou het luchtig. Hou het luchtig.
Mocht je kunnen kiezen tussen iemand die een vuurteken is of een luchtteken. En je kan de knoop niet doorhakken, dus jouw eender kiest dan voor het luchtteken. Ik heb helemaal geen lucht in mijn horoscoop, by the way. Dus mij moet je niet hebben, maar... Dat betekent nog weer wat anders. Ik kan gewoon helemaal stil zijn in mijn hoofd. Maar het betekent ook geen lucht in mijn horoscoop dat ik niet zo heel erg hou van, hoe zeg je dat, praatjes, van oppervlakkig gepraat. Ik heb eigenlijk alleen maar diepgang. Ik heb ook 5 planeten in 9e huis staan. En dat gaat over spiritualiteit, godsdienst, over lesgeven. En ik heb het geleerd. Mijn zoon heeft het mij geleerd. Gewoon, man, maak eens gewoon een praatje over niets met iemand. Mensen vinden dat ook prettig, maar ik vind het lastig. Als klanten binnenkomen, ik ga veel liever meteen... Hoppa! Waar zit je mee? Wat kan ik voor je doen? 5 planeten in maagd. Ik ben dienstbaar in plaats van... Ik vraag wel, hoe was je reis? En van, goh, wat een weer, hè? Of weet je wel. Maar ik heb dat geleerd. Van nature heb ik het niet in me. En ik zou het liever over willen slaan. Ja, maar wat jij nodig hebt in 2022. Dat als het jou allemaal te veel wordt. Dat als je het idee hebt. Als iemand jou bedriegt of manipuleert. Of als iemand jou iets verkocht heeft, als je iets gekocht hebt van iemand wat helemaal niet zo gunstig bleek te zijn, als er allemaal defecten bleken te zijn in de nieuwe producten, tot en met dat die hartstikke kapot gaat aan toe, hou het luchtig, vergeef, 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 vergeef. En dan heb ik ook nog als advies, vergeef. Maar hou het luchtig, dan blijf je tenminste happy. En dan zeg je, Annemie, hoezo blijf? Ik ben niet eens happy. Kom dan eens een keertje langs. In 2022, er kunnen dingen echt voor je gaan shiften. Er zitten echt belangrijke pijlers hier zo in deze reading. Ja, ik vind het super interessant. Ik heb hier echt een slagveld hier zo. Laat het dat niet zijn, lieverd. Laat het dat niet zijn. Maar wel als het erom gaat om naar binnen te gaan en voor het juiste te kiezen. En om dat te omarmen. Voor dat deel wat je werkelijk bent. En dat wat jouw visie is. En dat wat jouw ware doel is. Niet gemakkelijk, maar het levert je gigantisch veel op. Vooral namelijk zelfvertrouwen. Zelfwaardering. En zelfrespect. Mijn liefje, wat wil je nog meer? Heb een heel goed jaar, Ram. Heb een heel goed jaar. Ik zie je weer. Dankjewel voor het abonneren en het doorsturen van de clip. Voor de berichtjes hieronder vind ik altijd verrukkelijk. Heel veel liefs. Deze clips zijn ook van mij, trouwens. Maar ja, wist je vast al wel. Ciao.